is super leuk dat je kijkt naar deze gloednieuwe vlog. Vandaag ga ik met Max, Mark en Anouk naar de Efteling. Ik heb er super veel zin in. Het weer zit alleen niet helemaal mee. Het lijkt erop alsof het heet gaat regenen. Kijk, ik zal het even laten zien. Het is niet heel erg waarvan je denkt, goh, gezellig. We zijn nu onderweg naar een Kiss and Ride plek, zodat ik met Max verder mee kan rijden. Ja, ik heb er super veel zin in. En ik ga daarna ook gelijk slapen bij Anouk. Dus dat is echt super gezellig. En ja, ik neem jullie vandaag de hele dag mee. Dus als je dat leuk vindt, vergeet dan niet alvast een blauw duimpje omhoog te doen. En je te abonneren op mijn kanaal. En laten we maar beginnen met de video. We zijn er. Compleet. Dit zijn Anouk en Mark. Super veel zin in. Nee. Oh yes. En we lopen nu hier zo bij de Efteling. Oké, we gingen net in de Baron. Ja. En wat is er gebeurd in de rij? In de rij ben ik gestoken door een bed. Kijk. Nee, geen mug. Het was een bed. Het is een bed. Zeg al, het mag is. Nee. Hoe vonden we de Baron? Top. Leuk. Het was wel leuk. Waar gaan we nu in? Geen flauw idee. In iets leuks. In iets leuks. We zijn net twee keer in de Piranha geweest. Helemaal nat. Anouk is helemaal nat. Mark is ook helemaal nat. Max natuurlijk weer is niet. We gaan in de Python. Wij zijn aan het eten en anders gezond bezig. Oh. Is er een broodje kipfilet. Oh, ze hebben allemaal een moddok. Oh, ik heb mijn bordje knippelen. Ja. Nou, we gingen net in het schip. En jij trok het niet helemaal. Ja, nou, ik ben helemaal een beetje naar midden gegaan. Niet bij jullie, want dat is... En wij zaten helemaal aan het einde. Het is zo mislukt. Nou jongens, we zijn net... Jezus, die gaat gelijk... Ja, het is echt super rustig hier. Ga door. Dus dit is al, zeg maar, de reden dat we hier zijn, doet hij dit. Ja. We gaan zo meteen in de vogelrok, toch? Ja. In de vogelrok. Ja. Oké jongens, wij haten om het te vloggen in het openbaar. Max en Mark zijn nu in het dorp daar binnen. Als kleine babytjes. Ja, inderdaad. En daar hadden we niet zoveel zin in. En we zijn net in de vogel geweest. Dus we konden gewoon zo doorlopen. Het is echt heel rustig. Nou, we hebben ook echt nog heel veel tijd. Het is nu bijna 1 uur. En we zijn hier nog tot echt 7:45 of zo. Dus top. Maar ja, het is echt heel rustig en super chill. We kunnen gewoon overal gelijk doorlopen. Dus we gaan waarschijnlijk ook heel veel dingen dubbel doen. Ja. Want ja, we moeten toch iets doen om ons tijd te doden. Ja. Oh, en ik heb zin in chill. Ja, ik ook. Dit liedje krijg je nooit meer uit je hoofd. Nee. Laat de boomerang eens zien. Hey. Jongens, er is waarschijnlijk een fout, want we staan echt al heel lang stil. En we kijken ook deze naar hetzelfde. Oh, we gaan weer. Yay. Japan. Zo gekke sumo worstelaar. Yeah. Steekt zijn middelvinger op. Ik had er echt veel zin in. Wow. Spannend! Stroomvlucht! Ja! Die Ravelijn was trouwens echt heel erg leuk. Hoe was Ravelijn? Top. Nou, het was een beetje fake. Het was een beetje, fake. Beetje fake, maar het was wel leuk. Het ruikt echt lekker. Ja.
Want ja, we hebben geen zin in een lange rij. En heel speciaal is dit ook weer niet. Kijk jongens, prachtig. We zijn modellen. Niet sick. We zien je Anna echt zo kijken. Wat gaan we doen? Professional model. Wat is deze mood, jongens? Anna? Oh my god. Yeah. We gaan een hippe film kijken omdat we van suikers zijn. En het is zeg maar veel 3D en met allemaal gevoeling en zo. En waarom gaan we hierin? Omdat Anna graag wil eten. Nou jongens, lekker filmpje. Hut. We gaan in de vaart van Morgana. Wat een tijd. En dan opeens komt er een blauwe achtergrond en nee. Nou jongens, dit was alweer de video. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. Het was een beetje een korte video, maar ja. Ik heb heel erg van deze dag genoten. Ik ga nu lekker bij Anouki slapen. Ja, super gezellig. Ja, we hebben het heel leuk gehad toch in de Efteling? Ja, vooral omdat het niet zo druk was. Dat was echt fijn. Het was echt uniek ook. Ik hoop dat jullie ook een beetje een beeld hebben gekregen van hoe het allemaal was. En als je deze video leuk vond, vergeet dan niet een blauw duimpje omhoog te doen. Vergeet je niet te abonneren en laat een leuke reactie achter. En dan zie ik jullie de volgende video weer.